Onze tweede gast. 28 jaar, als ik mijn huiswerk goed gedaan heb, en je studeert theologie. Van de week ben ik afgestudeerd. Maar je bent afgestudeerd. Gefeliciteerd. Maar als er eens een studieopdracht was waar je niet uitkwam, dan kon je geholpen worden door je man Ruben. Want die is sinds 2 jaar predikant voor de Protestantse Kerk Nederland in Moordrecht. Klopt. Dat klopt. Ja. Maar daarvoor hebben we je allemaal niet uitgenodigd. We hebben je uitgenodigd omdat jij een voorliefde hebt voor Afrika. Daar al 4 keer bent geweest. Maar deze zomer met 33 jongeren uit Moordrecht naar Afrika toe gaat. Ja. Monira Schep, je studeerde theologie waar? In Utrecht. In Utrecht. En wat is je ambitie? Wil je ook predikant in Moordrecht worden? Nee, ik heb ook een iets andere opleiding gedaan dan de predikanten doen. Ik heb me gericht op interculturele theologie. Dat wil zeggen theologie in andere continenten en met name Afrika. Dus ook mijn studie had iets met Afrika te maken. Oké. Nou, dat Tanzania-project, dat is belangrijk. Dus laten we het daarover gaan hebben. Wat is eigenlijk de bedoeling van die reis? Nou, we zijn inderdaad met 34 jongeren, maar we gaan in 2 groepen. Je kunt niet met 34 jongeren gaan, omdat we willen bouwen. Er staat al een basisschool in Tanzania. En wij willen gaan zorgen dat er ook een vakschool komt. Zodat zodra de kinderen van de basisschool vandaan komen, echt een vak kunnen gaan leren. En dat ze de maatschappij in kunnen, door zelf al voorbereid te zijn goed. We willen daar voornamelijk gaan bouwen aan 2 klaslokalen. Maar naast de bouwwerkzaamheden, waar je dus niet met z'n allen constant aan bezig bent, willen we ook de jongeren bezig gaan houden. Spelletjes doen, een voetbaltoernooi organiseren. Je kunt er van alles doen. Het is dus 2 De jongeren, heb je het dan over die Moordrechtse jongeren of over Afrikaanse jongeren? Nee, of over de Moordrechtse jongeren gaan bouwen. Dat doe je meestal 's ochtends. En als middags ga je met de kinderen die er al wel op het project zijn, spelletjes doen. En zo is er dus wel veel contact ook met de lokale bevolking. En dat is erg leuk. Ja, maar wat is het meer? Vakantie of werk? Alles wat je doet is werk. Ook op het moment dat jij bezig bent met, in onze ogen, de leuke dingen. Het bouwen is ook leuk. Maar dat je een voetbaltoernooi aan het organiseren bent, dan nog ben je aan het werk. Omdat je constant geconfronteerd wordt met een andere cultuur. Ook dat is voor die mensen daar belangrijk. Om ze te laten zien dat ze wat waard zijn. Dat jij de moeite doet als westeling je in te zetten voor die Afrikanen. Dus ja, is het werk of is het vakantie? Gewoon allebei. Ja, ja. Maar het gaat uit van de organisatie Livingston. Ja, klopt. Dat is een organisatie met banden in de kerk. Ja. Ja, wij gaan ook vanuit de kerk in. Oké, en is het dan niet meer zendingswerk dan werk? Nou, zendingswerk is ook werk. Dus ja, dat kun je wel zeggen, tuurlijk. Je gaat er heen met een missie. Het is niet zo dat we de mensen daar moeten bekeren of het zijn allemaal christenen. Maar je gaat daar wel vanuit je geloof naartoe om je geloof handen en voeten te geven daar. Er gaan geen niet-christelijke mensen mee? Dat zou mogelijk zijn. Maar je weet niet hoe het zit met de groep van 34? Jawel, nee, er zijn allemaal vanuit de gemeente. Dus de meeste zijn gewoon christen. Maar dat zou niet eens erg zijn. Want je kunt dan juist door zo'n werkvakantie, laten zien wat het christelijk geloof betekent. Ja. Dat het niet alleen maar stoffig is. En, maar Tanzania is niet een christelijk land, denk ik, of wel? Er zitten veel moslims, dat klopt, ja. En islamitische weesjes, want het gaat om een weeshuis, heb ik begrepen. Maar dat is een weeshuis wat ook vanuit de kerk opgezet is daar. De projectleider is een pastor. En we gaan daar wel de christenen helpen, maar dat is niet... Okay. Goed. Dus, en de voorbereiding. Wat wordt er hier in Nederland, behalve geld werven, want daar wil ik het straks over hebben, maar wat wordt er in de praktische voorbereiding gedaan? De praktische voorbereiding is vooral met de groep, met de 34 jongeren zelf. Je zit straks wel 3 weken, 2 groepen, 3 weken, bij elkaar op de lip. Dus je moet wel zorgen dat ze elkaar wat goed kennen. Je doet wat aan teambuilding. Leuke dingen, maar ook ondertussen wel de acties die we doen. Je wilt het misschien niet erover hebben nog, maar dat zijn wel de dingen die de voorbereiding vormen. Door met elkaar actie te voeren sta je nu al sterk om straks nog sterker eruit te komen. En wie komen daarop af, als ik onderbreken mag? Het ligt eraan wat voor actie dat we houden. We hebben de nieuwjaarsduik, om hem gelijk maar te noemen, gedaan. Daar komen heel veel mensen op af. Daar staat het hele dorp, daar staan alle familie en vrienden van de jongeren. Maar dat is daar. Maar hier, van de jongeren vanuit Nederland? Wie komen daarop af? Wie schrijven zich in om mee te gaan? Bij ons. Ja. We hebben een oproep gedaan in de gemeente zelf. En we hadden verwacht ongeveer 20 jongeren te hebben. Dat werden er iets te veel. Vandaar ook dat we met 2 groepen moeten gaan. We zien wat beelden van de nieuwjaarsduik trouwens. Waar we straks nog wel uitgebreider over gaan hebben. Koud. En alle blauwe t-shirtjes wijzen op deelname aan de reis naar Tanzania. Mooi. Als wij het woord Afrika noemen, dan is dat bijna synoniem met AIDS. Ben je niet bang om allerlei kwalen terug te nemen uit Afrika? Nee, ik denk niet dat je... Ik heb er zelf 4 maanden gezeten, niet in Tanzania, maar in Oeganda.
En natuurlijk zie je van alles en zou je van alles mee kunnen nemen, maar je gaat er goed voorbereid naartoe. Dus daar worden de jongeren ook op voorbereid, zeg maar? Ja, je krijgt wel, ze krijgen voorlichting over hoe we daar straks met de bevolking om moeten gaan. En ook de inentingen die je al hebt. Tuurlijk, aids is er. Maar je gaat er niet naartoe met het idee van, ja, straks neem ik het allemaal mee terug of alle enge ziektes. Dan kun je niet aan zo'n reis beginnen. Nee. Daar gaan we niet vanuit. Je bent zelf inmiddels 4 keer in Afrika geweest, hebt een liefde opgebouwd. Je zou je kunnen voorstellen dat er onder die 34 kinderen straks, of jongeren, jongeren zitten die zeggen, ik vind het zo mooi, ik ga niet meer terug naar Moordrecht. Dat laatste punt van Nederland, waar toch nooit ijs ligt. Ze zullen sowieso terug moeten. Wat ze daarna doen, of ze weer terug gaan naar Afrika, dat hoop ik. Ik hoop dat ze zo aangestoken zijn en het Afrika-virus ook overnemen. Oké. Okay. Ja, dan zou daar ook een plek voor ze zijn binnen dit project, om verder te gaan? Je kunt sowieso, de organisatie Livingstone, die zendt elke zomer een aantal groepen om te bouwen, maar ze proberen ook op elk project een longtermer te hebben, zoals ik dus bijvoorbeeld 4 maanden naar Oeganda ben geweest. Mm-hmm. En dan ga je daar voor langere tijd aan de slag. Ja, ja. En daar is overal wel plek voor. Ja, maar dat wordt allemaal gecoördineerd door Livingstone. Ja. Ja. En Livingstone is niet de enige organisatie, er zijn heel veel van die organisaties. Heb je nou niet het idee dat Afrika zo langzamerhand een beetje wordt overspoeld met goed bedoelde projecten vanuit het rijke Nederland en andere rijke westerse landen? Overspoeld nooit. Het is zo groot en er is zoveel hulp nodig. Dat is nooit genoeg. En soms lijkt het ook maar een kleine druppel, maar elke druppel is er wel één. En dat helpt. En daar moet je het zeker niet voor laten. En het is ook tweeledig, want wij gaan er naartoe. We hebben een project Tanzania Make a Change genoemd. Die change is... Dat zien we ook aan de website, precies, die we eventjes hebben voorgezet. Die change gaat 2 kanten op. Wij proberen daar wat te veranderen, te bouwen. En de mensen daar te helpen en te ondersteunen. Maar de jongeren die wij meenemen, wij hopen dat zij ook veranderd zullen worden. We gaan daar veel geld brengen, maar ik hoop dat we wel rijker terugkomen. Ja, maar je gaat er nog rijker naartoe, want je moet een hoop geld meenemen. Ja. En daar hadden we het net al even over. De fondsenwerving is een belangrijk onderdeel. Hè? Ja. Want wat kost het voor een deelnemer om naar Tanzania te mogen? Alle deelnemers brengen zelf geld op. De helft van de kosten gaat, moeten ze zelf betalen. En dat is veel voor hun. Voor hun 17 jaar. Wat voor bedrag hebben we het dan? Ze betalen €1000 zelf, dus dat is behoorlijk wat. Dat is de ticket. Ja. En daarnaast moeten we nog €40.000 ophalen als gemeente. En om het met z'n 34 daar naartoe te kunnen gaan. Dus dat is veel geld. Ja. Hoe pak je dat aan? Met allerlei acties. Kleinere acties, de grotere acties. Zoals de duik, deze nieuwjaarsduik, heeft echt heel veel geld opgeleverd. Meer dan €10.000. Nou, we hebben €40.000 nodig, dus dat was al een kwart. Inmiddels zitten we al op de 30.000. En we hebben nog een paar maanden te gaan. Dus we moeten hard ons best doen om die laatste 10.000 binnen te krijgen. Maar En wat staan er voor acties op het programma geld te gaan werven? Ja, er is nog een bazaar die er in Moordrecht elk jaar georganiseerd wordt. Daar krijgen we een deel van de opbrengst van. We gaan zelf nog een klusjesdag doen. Dan gaan alle jongeren bij de mensen thuis wat doen. Dus een straatje ophogen, de heg knippen, de ramen zeemen, allerlei dingen. Er komt nog een Koninginnedag aan natuurlijk. Daarin gaan we in Moordrecht zelf met een kraam staan. We gaan ook in Gouda staan, dan gaan we moederdag ontbijt verzorgen. Dus er zijn heel veel verschillende dingen waarmee we elke keer een andere doelgroep proberen te bereiken. Wat is de garantie dat het geld ook goed terechtkomt daar in Afrika? Nou, dat is het mooie, we gaan er zelf naartoe. We gaan het er zelf achterlaten. Je stort het niet op een rekeningnummer van een organisatie. Wij gaan daar zelf naartoe en wij gaan daar bouwen. Je neemt het mee. Ja, dat is goed, ik wens jou en de 34 deelnemers heel veel succes en toch ook plezier straks in Tanzania. Dankjewel. Maar we hebben natuurlijk nog een te gekke vraag voor jou. Nou, ik denk dat ik zelf het antwoord kan geven, maar er staat noem een onvervulde wens. Zoveel mogelijk. €10.000 ongeveer. Nou, vooral zoveel mogelijk jongeren naar Afrika brengen en ze daar laten zien. En daarmee de mensen daar leren kennen, de cultuur, de gastvrijheid die ze daar hebben en de dankbaarheid die de mensen daar hebben. Ze laten relativeren wat we hier hebben en alles laten zien. Oké, dankjewel Manira Schep. Dankjewel.